Hoi allemaal, leuk jullie weer te zien. Even kijken, een beetje scherper zitten ze. En een beetje wazig. Zo. Laat ik nu zeggen, de meeste producten die ik de afgelopen maanden heb gebruikt, is van de adventkalender. En dat is van Knife Repair All Person Cream. Hand- en bodycreme. Perfect. De CD Happy Day gebruik ik heel veel. Dit is trouwens weer een nieuwe. Zo aardig gebruik zie je. En de Knijp lippenbalsem. Heb ik afgelopen maanden veel gebruikt. Deze die uit de adventkalender komt van Holland & Barrett. Deze die uit de adventkalender komt van Holland & Barrett. En deze die slakken oogcreme. En de slakken gel. Heel veel gebruikt en deze doe ik altijd de vitaminebom met niacinamide erin, altijd in een drupje van deze foundation die ook heel goed is, deze waar het ook al in zit bij allebei. Maar doe ik altijd een druppie extra. En bij deze. En deze is ook ideaal. De bom, die heb ik van een vrouwtje Things. Dus daar ben ik heel erg tevreden over. En ik heb ontdekt dat je Vital Me Waterproof Makes Drops. Kan je gewoon een drupje in je foundation doen. Wacht even. Ik ben heel slecht te zien. Zo. Kan je een druppeltje op je hand doen. Bij je foundation. En dan blijf je foundation de hele dag. Dus als het regent is het waterproof. Top. Wat ik ook 1 keer à 2 keer gebruik is anti-age serum van deze. Oh. Ideaal. En deze. Ik hoop dat jullie het een beetje kunnen zien. Onder je ogen. Bij je blauwe. Deze is voor je oogleden. Ah, boven je oog. En deze is voor dark circles. Top product. Kost wel wat. Heb je ook kort. En de shampoo die ik laatst heel veel gebruikt is deze. Zijn we top. Zeg een duimpje omhoog, abonneer op mijn kanaal, druk op het belletje, blijf je altijd.